Goedemorgen, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is donderdagochtend 6:30 en ik ben met Sterre beneden. Sterre was gisteren helemaal niet lekker, hij heeft vaak gespuugd. En om 4:00 is ze bij mij komen liggen, bij ons komen liggen ertussenin. Maar om 6:00 was ze wakker. Ja, en ik ook. Ik had mijn wekker uitgezet, want ik dacht, na zo'n drukke dag en eigenlijk eergisteren ook al met de dierentuin, gisteren was een gietje, ga ik gewoon eventjes uit mezelf wakker worden. Nou, dat was 6:00, prima. Dus wij zijn beneden, de rest ligt nog allemaal te slapen. Wat ik me voor kan stellen, want die zijn waarschijnlijk echt kapot. En ik heb net gecoacht en ik ga nu even de beelden van gisteren importeren en kijken hoe ver ik kom met de video. Even, mijn boodschappen staan op het winkelcentrum. Het Kruidvat was dicht toen ik hier aankwam. Dus ik ben even naar de Albert Heijn gegaan voor mijn boodschappen. En toen naar de Hema voor paasdingen. En nu het Kruidvat. Voor tampesta overigens. Heel saai. Bart voor 10 en ik ben weer terug. Ik heb ben even koekjes aan het vullen in zakjes. Die zakjes heb ik nog van de tijd dat ik Tasty Toppings heel actief draaide. En daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Doordat de prijzen echt torenhoog werden. Het verzenden was echt heel duur. En de verkoop liep gewoon terug. Ja, daar was de investering gewoon te groot voor. Om die zakjes op te maken en daar nog iets aan te hebben, zeg maar, koop ik nu steeds grote verpakkingen met koekjes. Nu heb ik bijvoorbeeld voor 1 euro een rol met van die digestive met melkchocolade van Mida gehaald. En dan vul ik zelf koekjes mee voor mee naar school. Vul ik dus zelf zakjes mee voor mee naar school. En dat scheelt me een hele hoop geld. Ik ben goed geslaagd. Ik heb wat leuke dingen voor Pasen gekocht. En ik heb een leuk idee ook voor Pasen. Ik heb vulbare eieren gekocht, gekleurde. Ja? Is het niet lekker? Leg hem op de tafel, oké? En die wil ik vullen met dingen die geen melk bevatten. Zodat Lauren gewoon hetzelfde heeft. Vorig jaar heb ik voor Mila en Sterre paaseieren verstopt en voor Lauren had ik repen chocola van Hands of My Chocolate. Was ook echt heel erg leuk, maar die repen zijn knetterduur en eigenlijk eet Lauren het niet echt. Dus ik dacht, ja, vind ik een beetje zonde. Dus nu heb ik bij Amazon 36 vulbare plastic paaseieren. Die kan ik dus elk jaar opnieuw gebruiken. En daar heb ik al snoepjes voor en nu zag ik bij het Kruidvat nog leuke kleine speelgoeddingetjes die erin passen. Zal ik volgende week wel een keer laten zien. Dus ik heb kleine dingetjes gewoon voor de leuk en wat snoepjes. En ik wil nog wat stickers of tattoos voor erin. Gewoon leuk als ze die kunnen zoeken en er iets aan hebben. Ook heb ik Italiaanse bollen gekocht in de aanbieding. En zalm in de aanbieding. Dus ik ga lekker ontbijten met een broodje zalm. Ik heb namelijk nog niks gegeten. En vanmiddag ga ik weer de hort op. Ja, want ik heb al 3 weken, nou, dit is de 3e week, dat ik aan Mila heb beloofd dat we samen naar de Efteling gaan. En dat we ook onder andere cadeautjes voor Lauren gaan zoeken. Nee, want je eet ook je broodje niet op. Nu is het vandaag vet lekker weer en wilde ik het liefst uitstellen tot zaterdag. Maar Mila wil heel graag. Dus uit school ga ik met Mila naar de Efteling. En zij, de andere 2 meiden hier bij Marco. Dan hebben we nog pasta saus en ik heb net macaroni gekocht. Dus dan kunnen ze dat eten. Als we terugkomen. En dan scheelt het weer wat geld. Want anders wordt het allemaal wel heel duur. Wat zeg je allemaal? Kijk, zo lekker. Oh, yummy. Zo. Even kijken. Niet handig dit, hè? Mam, er nog één.
Ja, maar ik denk dat ze best... Deze zijn echt heel zwaar, Ster. Dus niet te tillen. Zo, Marco heeft de lauwzet uit elkaar gehaald. Zwaar. Voel je dat? Zullen we samen tillen? Ja. Kom. Schrappig, want nu zie je pas weer hoe diep de tuin is. Ja, bizar. Kijk uit, hoor. Ja, het is veel te zwaar voor haar. Ja. Mama. Gaan we het samen doen? Ja. Til mij. Wat goed, schat. Zwaar, hè? Ja, zwaar te tillen. Ja, zwaar om te tillen. Zo. Ho. Goed, zo. 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 En... Zo. Kijk voor je tenen. Goed zo. Maar ik kan het wel zo tillen. Ja, heel goed. Mama, zo, wat een ruimte. Kijk. Marco brengt meteen naar het grofvel. En dan moeten we nog een paar keer rijden. Maar dat gaat hem nu niet meer worden. Maar ik ga meteen de konijnen verschonen. Hé, hey Herman. Lig je lekker, vriendje. Mama, vriendje. Hé, vriend. Ja. Herman ligt lekker. Oh, top. Deze is leeg. Dat is fijn. Voorzichtig, Esther. Dat is mama. Ik wil het wel. Ja, je mag daar wel mee vegen. Zeker. Maar even mag ik het ook. Dit is niet goed. Kijk van de mama. Ze hebben hun eten niet op. Dat is geen goed teken. Hè? Nee. Nee, dat is geen goed teken. Mam, eet jou. Kijk uit, liefie. Sorry, Herman. Maar het moet echt even schoon ook. Hè? Mam, eet jou. Mam, en daar is zo dichtjes doen. Kijk uit, hè, schat. Goed zo. Zo. Hoppakee. Hoppatee. Yes, that escalated quickly. Dit moet nog weg. Daar. Zijn we kunstgras aan het weghalen. Het zwembadje is weg. Maar de tuin is hier verzakt. Dus daar moeten we wat op bedenken. We moeten takken naar papa brengen. Ga jij ook takken pakken? Ja. Oké, kom. Ga maar tak halen in de schuur. In de tuin. Wil je er één tillen, Sterre? Sterre. Alsjeblieft. Oepetee. Oep. Ja, loop maar. Alleen de tuin. Oep. Goed zo. Goed zo, moppie. Goed zo. Kijk eens. Hele grote. Ja, ga maar zelf pakken. Maar er mag nog meer.
Herman snapt er niets van, hè? Je even lekker op onderzoek uit, jongen. Nee. Komend weekend gaan we nog veel meer doen hier. Sterre heeft toch nog een half uurtje geslapen. Dus dat is alweer mooi meegenomen. En ik ga heel even de spulletjes opruimen die ik gehaald had. En ik zal even die eieren laten zien. Maar ik had hier de doos met paaspullen nogal vol gedaan. Even kijken hoor. Oops. Kijk. Zulke eieren zijn het dus. En die zijn best groot. Dus ik heb nogal dingetjes gehaald voor erin. Er ligt hier ook even dit lichter. Want het is voor een feestje. Maar ik denk dat ik te veel heb. En dan heb ik wat speelgoedjes dus. Lekker. Ik zit de vlog te editen en ik zit te kijken dat het echt een gek einde is. Ik ben met Mila na school die kant op gereden en we zijn tot 6 uur lekker daar geweest. Dus dat was hartstikke gezellig. Broodje gegeten als avondeten. Mijn verjaardagstaartje, wat je krijgt als je abonnementhouder bent, gratis gegeten. En toen lekker naar huis gaan en naar bed eigenlijk. Super bedankt voor het kijken en hopelijk tot zaterdag. Doei doei!